Pompgemaal Wageningen stilgelegd vanwege hoog zoutgehalte Nikkeri rivier. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft besloten de pompen van het pompgemaal te Wageningen stil te leggen. Tot dit besluit is overgegaan vanwege de springvloed van de afgelopen dagen. Het zoutwater is via de zee ook de Nikkeri rivier binnengestroomd, waardoor de zoutgrens zich heeft verplaatst tot voorbij het pompgemaal Wageningen. Het maximum aan zoutgehalte dat onze rijstlijnen aankunnen is maximaal 650 milligram per liter. Op woensdag 11 maart 2020 is er zelfs een zoutgehalte van 2400 milligram per liter water gemeten. Dit is ver boven het zoutgehalte dat onze rijstlijnen aankunnen. Verder pompen zou dus resulteren in het vernietigen van de aanplant in de Middenstandspolder en het Wageningengebied. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.